als ik naar mijn eigen lichaam kijk en als, hoe ik me erin voel, dat is gewoon super onzeker. En nog steeds van dat het niet echt van mij is. Ik kijk er liever niet naar hoe mijn lichaam is. En het herinnert mij ook elke keer nog aan hoe het was, zeg maar. Dat het nog, je bent wel zoveel afgevallen waar ik super blij mee ben. Alleen ja, voor jezelf ben je er nog lang niet. Als je dit ziet. Dit is Operatie Obesitas. Wow, netjes. 5, 4, 3, 1. Yes, ren nog gelijk door. Kom maar. De 22-jarige Eline onderging 2,5 jaar geleden een maagverkleinende operatie. Ze deed dit omdat ze op een gegeven moment 150 kilo woog en een ingreep haar laatste redmiddel was. Haar broer Sander is sportinstructeur. Regelmatig trainen ze in de duinen om hun conditie op peil te houden. Ze komt echt van heel ver. Het was echt, in het begin was het echt 100 meter rennen en dan hield het op. Het eigenlijk wel op. En dat ging wel heel snel vooruit. Ja, toch? Het is wel echt leuk dat het nu echt verbetering in zit, ja. Ze hebben een sterke band, want ze hebben samen veel meegemaakt. Mag gewoon liggen. Rond mijn puberteit, ja, zat ik gewoon zelf gewoon niet goed in mijn vel. Thuis, mijn ouders gingen scheiden. Dat was best wel een lastige situatie voor ons. In ieder geval voor mij, ik ben altijd wel een gevoelig kind, gevoelig mens geweest en dat heb ik als heel lastig ervaren en daar heb ik ook wel mijn overgewicht ook wel, is dat toen echt uit de hand gelopen omdat ik gewoon niet goed in mijn vel zat. 4, 3, 2, 1, yes, gaan we naar beneden. Het was sowieso een lastige periode, voor ons hele gezin wel. En je zag er gewoon afglijden en ik denk dat ik het beste kan omschrijven dat je ook gewoon niet meer echt weet hoe je er nou kan helpen. Ze wilden het zelf wel, maar ze zat er eigenlijk al zo ver in dat je eigenlijk iedereen de situatie ook gewoon een soort van accepteerde. Dat klinkt best wel heftig, maar dat was wel gewoon zo eigenlijk. Het onderwerp was ook niet meer echt bespreekbaar, mijn overgewicht zeg maar. Ook omdat ik vond het heel lastig om er überhaupt over te praten. En het lag gewoon zo gevoelig en iedereen wist wel van ja, er moet iets veranderen. Maar het was eigenlijk allemaal zoiets van ja, hoe moeten we dat, we weten niet hoe. Dat iedereen het inderdaad op een gegeven moment ook niet meer met mij durfde te bespreken. Vijf, vier, drie. 2, 1 en hou dan vast. Zo laag mogelijk. Yes. Eline kampt al haar hele leven met gewichtsproblemen. Haar moeder probeert haar al die tijd zo goed als het gaat te begeleiden. Maar de scheiding gooit roet in het eten. Ze ziet wat voor strijd zij heeft geleverd dan. En eigenlijk al vanaf de vierde jaar. Dat zelfs op het consultatiebureau al zeiden van dat ze te zwaar was. En alle diëten die ze heeft gedaan, alle sporten. Overal nergens geweest. Yes. Ja, de scheiding van mij en mijn ex-man, dat is natuurlijk ook een hele lastige periode geweest. Ja, dat doet ook voor iedereen. Nou ja. En daarom heb ik ook bewondering voor Eline. Ze gaat wel door. Daar ben ik vreselijk trots op. Uiteindelijk gaat Eline het traject van een maagverkleining in. Ze is dan 18 jaar. Ik heb in het traject gezeten met de psycholoog en uitvoerig gesprek gehad met de artsen. En de artsen hebben mij dit eigenlijk geadviseerd om een maagverkleining te ondergaan na een lang traject. De risico's van obesitas die zijn groot. Eigenlijk wordt het uitgelegd als een soort van sluipmoordenaar zonder dat je het zelf eigenlijk doorhebt. Met stip op nummer 1 zien we toch wel suikerziekte. En dat kan op termijn toch wel behoorlijke vormen aannemen, suikerziekte, gewrichtsklachten, hartfalen. Bij vrouwen zien we veel gynaecologische kankersoorten. Slaapapneu, hoge bloeddruk, ja, noem het maar op. En dat is best wel wat.
als ik naar mijn eigen lichaam kijk en als, hoe ik me erin voel, dat is gewoon super onzeker. En nog steeds van dat het niet echt van mij is. Ik kijk er liever niet naar hoe mijn lichaam is. En het herinnert mij ook elke keer nog aan hoe het was, zeg maar. Dat het nog, je bent wel zoveel afgevallen waar ik super blij mee ben. Alleen ja, voor jezelf ben je er nog lang niet. Als je dit ziet. Ja, als ik naar mijn lichaam kijk, dan is dat wel nog inderdaad het teken van herinnering. Van hoe een nare periode dat is geweest. En dat ik nog steeds niet echt kan zijn wie ik wil zijn of wie ik ben. Ondanks dat het je uiterlijk is, wat niet bepaalt wie jij bent. Maar je leeft wel in dat lichaam. Ja, ik voel me hier super onzeker over. Over mijn lichaam. Ik ben ook wel heel benieuwd hoe het straks gaat worden, zeg maar. Hoe het er dan uit gaat zien, daar kan ik me er nog niet echt wat bij voorstellen. Dat dit straks allemaal weg is. Als het goed is. Eline gaat binnenkort onder het mes voor een buikwandcorrectie. Een ingrijpende operatie waarbij al het overtollige vel rondom je middel wordt weggesneden. De zorgverzekering vergoedt deze operatie alleen als het buikvel tot 1/3 over je bovenbeen hangt. Bij Eline is dat niet het geval en dus moet zij naar een privékliniek. De operatie kost rond de €10.000. Ik heb afgelopen jaren heel veel stappen gezet naar meer acceptatie en dat ik blij ben met wie ik ben. En ik weet dat het niet om uiterlijk gaat, maar het is wel iets wat je constant herinnert aan een lastige periode die ik heb gehad. Dus ik hoop gewoon dat me dat me brengt. Dat ik niet constant meer geconfronteerd word met eigenlijk mijn oude ik. Terwijl dat is ook een onderdeel van wie ik ben en dat heeft me ook wel gemaakt tot wie ik nu ben. Maar ik hoop wel dat dit uiteindelijk ervoor zorgt dat ik verder kan. Zo, hoe was het? Goed. Ja, is het goed gegaan allemaal? Ja, zeker. Mooi. Nou, de laatste keer gesport waarschijnlijk. Dat denk ik wel, voor ja. Voor de operatie. Dus, zie je het tegenop? Nou, valt wel mee. Wel een beetje spannend, maar gaan het wel zien. Oké. Ik denk dat het herstel wel pittig gaat worden, dat wel. Maar... Dat denk ik ook, ja. Stijn. Gaat goed komen. Ik gun het er zo vreselijk van harte. Ze heeft... Zo'n lange strijd daarvoor moeten leveren. En dat nu eindelijk zover komt. Maar ja, als moeder zijn, vind ik toch weer naar. Dat ze zo'n zware operatie moet ondergaan. Daar zit ik wel over in. Ja, als je overgewicht hebt, dan groeit je huid mee met het vet wat je opslaat. Op het moment dat je afvalt, kan je huid niet terug meekrimpen. Dus op het moment dat jij veel afvalt, dan zal je huid overhouden op die plek waar je gewoon heel veel bent afgevallen. We weten dat toch wel 60% van de mensen een wens heeft om daar iets aan te doen. Omdat huidoverschot vaak je zelfbeeld beïnvloedt. Mensen neerslachtig of soms zelf depressief van kunnen worden. Omdat huidoverschot in de weg zit of hygiëneproblemen krijgen, dat de huid gaat smetten. Dus dat is wel goed om daar in de nazorg echt goed aandacht aan te besteden. Ik liep net langs de spiegel en dat was wel even een besefmomentje. Eigenlijk een besefmoment dat dit de laatste keer is dat ik mijn lichaam op deze manier zie. En ik merk dat ik het er best wel lastig mee heb eigenlijk. Ik ben heel erg de afgelopen jaren aan het analyseren en ik heb zo'n bizarre transformatie doorgemaakt en ik ben zo erg veranderd als persoon. Dat het eigenlijk allemaal veel sneller, mijn lichaam zoveel sneller is veranderd dan dat mijn hoofd dat kon volgen. En dat is wel waarom deze operatie me ook wel een beetje beangstigt, omdat ik bang ben voor datzelfde proces, dat het allemaal zo snel gaat. Want als je mij een paar jaar geleden had verteld dat ik zoveel af zou vallen, dan had ik je A niet geloofd. En B, had ik gedacht dat ik dan al lang en breed tevreden zou zijn. En dat werkt gewoon anders. En daar komt zoveel meer bij kijken. Ik merk nu, ik ben 75 kilo afgevallen. Dat is letterlijk de helft van wat ik woog. Maar daar, voor mijn gevoel, ben je ook de helft van je identiteit kwijt of zo. Het klinkt
klinkt misschien vreemd, maar je bent altijd, voor mijn gevoel, ben ik zo gezien door de buitenwereld. En zo heb ik het zelf ook altijd gevoeld. En dus ik weet gewoon dat die operatie en het verwijderen van dat vel, waar ik super naar uitkijk, dat ik er daarna gewoon nog niet ben. En dat je nog een proces door gaat maken. Het probleem is dat mensen vaak het aandeel van gewicht in levensgeluk en zelfwaardering heel hoog inschatten. Ja, dus mensen denken, als ik eenmaal dat gewicht heb bereikt, dan ben ik mooi, dan ben ik gelukkig. Dan heb ik een betere versie van mezelf. En dat is meestal niet zo. Los van dat huidoverschot. Dat is meestal niet zo mooi. Dat is niet zo prettig. Dus daar hebben mensen last van. Dat beeld, dat plaatje, die verwachting die ze van tevoren hadden. Van nou, als ik zoveel kilo weeg, dan ben ik prachtig. Dat zullen ze moeten bijstellen.